DorpsTV Achterveld. DorpsTV Achterveld Sport. Welkom bij het verslag van de derde dag van de 65e Tour de Junior, waar vandaag de klassieker op het programma stond. Klassieker vindt plaats op de langste ronde van de week, rondes van 10 kilometer, 2 voor categorie 5-6. En vandaag was er zowaar een kleine tegenslag voor Jens Dekkers. Ja, in de eerste ronde is Jens Dekker is gevallen. Hier is ook Owen is in de groene trui deze week, is hierdoor rechtdoor gereden in deze bocht. Hun zijn daarna weer bij het peloton gekomen, maar hier is er wel een kleine aanval geweest tussendoor. Ja, maar die kophoep van twee die bleef niet lang weg. Een van de renners werd zelfs meteen weer gelost toen hij terugkwam. Pas daarna kwam de koers echt op gang. Hè. Toen groene en gele trui zich in de debatten gingen mengen vooraan, was het meteen alle remmen los. Ja, daarna is Jens Dekker, die is weggereden. Hier zijn met een paar groepjes, met 6 man zijn ze weggereden. Hier zijn daarna 2 man uitgelost. En die zijn samen met 2 achtervolgers teruggebakt door het peloton. En toen was het eigenlijk klaar in het peloton. Ze zijn een theekransje gaan houden. Ja, echt bizar dat het peloton gewoon in een halve ronde tijd meer dan 1 minuut heeft verloren. Ze zijn uiteindelijk 2 minuten na die kopgroep gefinished. In die kopgroep zaten 4 renners. Jerrike Eilander, Timme van der Wetering, Jens Dekkers en Levi van der K. Die 4 die bleven goed samenwerken, maar voor Jens Dekkers, ondanks die valpartij, geen problemen. Hij pakte nog de overwinning en solo zelfs. Ja, de laatste ronde is Jens Dekker met een paar kilometer te gaan. Is hij weggereden, heeft nog met volgens mij 20 seconden voorsprong op de andere 3. Heeft hij de etappe gepakt? Ja, hij verstevigt zo nog meer zijn leiderspositie, al was daar natuurlijk geen echt gevecht meer om. Nummer 2 en 3 van het klassement, Owen Chenot en Floris Otto, zaten er niet bij. Die zijn gezakt in het klassement. Levi van der K, dat was de nummer 9 van het klassement bij aanvang van de etappe. Hij finishte vandaag 3e, net achter Timme van der Wetering. Levi van der K is gestegen naar de 4e plek. Wij spraken na afloop met hem, want hij was de grootste stijger van de dag. Levi, de klassieker vandaag. Je maakte een reuzensprong in het klassement. Hoe verliep de klassieker? Het was een hectische klassieker. Op het begin wou Jens al wegrijden. En dan was Jens gleed de bocht uit. En de groene trui die reed rechtdoor. Dus het was heel hectisch. Nadat die chaos zich had voorgedaan, valpartij, renner rechtdoor, wat gebeurde er toen? Want er reden 2 renners vroeg weg. Zat jij daarbij? We konden het hier aan de finish natuurlijk niet zo heel goed zien. Ja, in eerste instantie zat ik er niet bij. Toen reed Jens nog een keer weg en ik kon het gat dichtdraaien. En toen kwam Jerke en nog een andere jongen die kwamen erbij. En toen hadden we gewoon kop over kop en zo naar de finish gereden. En toen reed Jens ook nog weg. Dus toen ging het voor de 2e en 3e plek. Ja, Jens viel aan het einde nog aan. Ging dat gewoon te hard om hem nog bij te houden? Ja, ik probeerde het, maar ik dacht, ik kan beter mijn energie besparen dat ik nog top 3 kan rijden. Dus daar was ik ook heel blij mee met mijn 3e plek. Je stijgt nu met stip in het klassement. Je had een grote voorsprong op het peloton, bijna 2 minuten. Denk je dat je mee kan doen om de podiumplekken? Het zal erom houden. Het ligt eraan hoe de tijdrit bevalt morgen. Ik sta 4e in het klassement volgens mij en ik ga ook voor de puntenklassement. Daar ben ik ook voor aan het strijden. Morgen een korte tijdrit, vrijdag een lange tijdrit. Kan je goed tijdrijden? De vorige tijdrit liep het niet heel goed. 9e plaats. Ik ben wel tevreden, maar kon beter. De volgende keer ga ik voor de top 5. Veel succes en wij kijken uit naar een spannende strijd om de 2 podiumplekken achter Jens. Dat zal goed komen, dankjewel. Ook in de combiwedstrijd categorie 7 nieuwelingen dames werd er volop aangevallen. Zodra dat rode vlaggetje naar beneden ging in de juryauto, het leek wel alsof ze allemaal naar gas op die lolly hadden geluisterd tijdens hun opwarming. Want gas, gas, gas is het enige wat ze deden. Ja, deze eerste ronde gingen ze echt keihard met z'n allen. Die 2e ronde ietsjes rustiger, maar die 3e en 4e ronde, het ging nergens over. Het ging toen echt het tempo de lucht in. Hierin werd dan vooral aangevallen door Roelof Pot, William Phillips en Victor van Leeuwen. Victor die bleef bijna een ronde weg, maar die is toen in de laatste ronde weer teruggepakt. Hij had nog best een grote voorsprong toen hij die laatste ronde inging.
Maar daarna Bo Kramer, hij hoopte weer voor de roglificatie te gaan hoor. De ene na de andere monster inspanningen zette hij in de hoop om Victor terug te halen. Dat lukte. Toen probeerde hij zelf weg te komen 2 keer. Lukte niet. Ging over een parkeerplekje heen om aan te vallen. Lukte ook niet. En daarna, ja, hij leek toch wel een beetje moe. Ook Bo Kramer kan moe worden. Toen kregen we nieuwe aanvallen. Het was echt een waar spektakelstuk daar op het laatste stuk van de etappe. We hadden een aanval van Maarten Linkteringen. Hij reed weg met nog 3 kilometer te gaan. Hij opende een gat. Daarna kwam er een reactie op de laatste rechte weg van Laurens van Stralen. Nou, ik denk dat Laurens op een gegeven moment wel een minuut op 5 meter van het wiel had gezeten. Totdat hij het eindelijk dicht kreeg. Maar in de sprint moest hij zijn meerdere erkennen in Maarten. En wij spraken beide hoofdrolspelers na afloop. Maarten, vandaag de klassieker. Het was een aanvallende koers, het ging erg hard leek het. Ja, klopt. Er waren veel aanvallen en er werd ook lang doorgetrokken door iedereen. Maar ik zat gelukkig goed voorin, dus ik kwam goed mee. Eerste ronde ging hard, tweede ronde wat rustiger. Derde ronde reed er 1 renner weg, hij had een ronde voorsprong. Toen werd hij ingelopen. En wat dacht jij toen? Nu is het mijn moment? Ja, op een gegeven moment viel er nog 1 keer Bofiel aan. En toen kwam ik eigenlijk best goed mee. Toen ging het breed en viel het stil. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon. En ik kijk hoe ver ik kom en ik keek op een gegeven moment achterom en het lag nog steeds breed. En toen ben ik gewoon vol tot de finish doorgereden. Aan het einde was er nog 1 renner van Abus die reageerde. Hij sprong over van het peloton. Het was een waar schouwspel, meters, er hing die op 5 meter van je wiel. Je hebt nooit gedacht, nou, ik laat er maar bij komen en dan rijden we samen verder? Nee, ik wist dat ik heel hard reed. Dus ik wist ook dat hij flink aan het gas geven was en dat hij het ook zwaar had. Dus ik dacht gewoon, ik rij hem eentje zo hard mogelijk naar de finish. En als hij erbij komt en overneemt, probeer ik hem nog te volgen. Maar gelukkig op de finish kwam hij naast me. Dan kon ik nog 1 keer bijschakelen en kon ik het net tot de finish in mijn eentje op kop volhouden. Je pakte een paar seconden winst op het peloton. Je stijgt ook in het klassement daardoor. Je staat nog steeds binnen 10 seconden van de gele trui nu. Is dat nu ook een doel waar je dan morgen en overmorgen op gaat richten? Ja, klopt. Ik ben hier natuurlijk gekomen voor een zo goed mogelijk algemeen klassement. Ik heb de vorige etappes gezien dat ik ook best wel punten voor groen heb. Daar stond ik ook 3e voor. Maar nu ik ook zo voor geel sta, ga ik er natuurlijk alles voor doen om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. Ja. Veel succes de rest van de week. En hopelijk, voor jou dan, lukt het nog om die gele trui te bemachtigen. Ja, ik ga mijn best doen, maar er zijn ook hele andere renners die heel goed zijn. Laurens, vandaag de 4e etappe van Tour de Junior. Hoe fris voelde jij je aan de start? Ja, ik had wel wat spierpijn in mijn kuiten. Van de voorbije etappes. Maar, want het ging echt wel. Het gaat al de hele paar dagen. Het gaat heel een paar dagen echt wel erg hard. Maar ik voel me wel goed. Maar ja, zo'n lange koers. Dat is wel, uiteindelijk ben je ook gewoon helemaal op. Helemaal op zeg je. Maar toch, op de laatste lange rechte weg. Voordat je bij de laatste bocht kwam. Had je toch nog wat over om een aanval in te zetten. Ja, het is het doel van de voorbije etappes. Gewoon om een beetje op het einde aan te vallen. Om uiteindelijk in mijn eentje weg te komen. Ik dacht, vandaag doe ik het weer, omdat ik wel echt dacht, ik kan er naartoe rijden. Toen kwam ik er uiteindelijk bij de laatste bocht bij, maar ja, daarna, mijn benen zaten helemaal volgelopen en ja, ik kon er niet meer overheen. Maar het was wel een verdiende winnaar. Het was echt een spektakelstuk, meters lang hing je echt op 3-4 meter. Je kon hem bijna aanraken. Hoe frustrerend was het dan dat het zo lang duurde om dat laatste stukje dicht te rijden? Ja, ik hoopte wel dat ik er meteen naartoe kon rijden, maar ja, dat duurde wat langer, maar ik wist dat ik nog wel een tijdje had om erbij te komen. Uiteindelijk kwam ik erbij bij de laatste bocht en ik dacht, ik probeer er nog overheen te gaan, maar dat lukte net niet. Maar dat is jammer, maar ja, morgen weer een etappe en dan weer proberen. Je stijgt ook in het algemene klassement. Je staat op, nou, volgens mij 7 seconden van het geel nu ongeveer. Ga je daar nog een aanval op plaatsen? Ja, ik ga het sowieso wel volgende etappe weer proberen. Dat vind ik wel leuk, want ik ben niet zo'n heel goede sprinter. Wil ik het nog een keer proberen. Maar ik denk niet dat ik zoveel kans maak op de gele trui, omdat ik niet een heel goede tijdrijder ben. En er komen nog 2 tijdritten aan. Dus ja, maar gewoon hopen dat ik een top 5 haal of zo. Dan ben ik ook tevreden. Veel succes de rest van de week en hopelijk probeer je het nog een paar keer, want dat is erg leuk om naar te kijken. Ja, dankjewel. Tussen al dat geweld van categorie 7 moesten de nieuwelingen dames zich staande de weten te houden.
ging ja, met hangen en wurgen voor sommigen. Jalen Bracke die had echter geen enkel probleem om voorin te blijven en zelfs nog een paar keer aan te vallen raden. Ja, Jalen is een paar keer in de aanval geweest. Ook bij de tussensprints liet hij zich steeds goed van voren zien. De andere dames hebben zich niet heel erg laten zien deze wedstrijd. Alleen Alva Thomas die is helaas ten val gekomen, die wat we gisteren geïnterviewd hebben. Die is daardoor een minuut verloren in het algemeen klassement. Ja, ze is van de tweede plek gezakt naar de achtste plek. Lotte Bouwman staat nu op de tweede plek. Uiteindelijk werd de etappe gewonnen door Jalen Bracke voor Lotte Bouwman. De derde plek was voor Milou van der Beek. Wij spraken haar na afloop samen met een van haar hartsvriendinnen, Felice Stijn. Vonden jullie dit de leukste etappe tot nu toe? Nee, misschien jij wel, maar bij mij, nee. Ik vond misschien wel de eerste dan het leukst. Ja, ik vond dit wel een hele leuke etappe, omdat er wel toch meer doorgetrokken werd, zeg maar. In het dorp is heel veel korte sprintjes, maar hier werd echt wel serieus hard gereden. En natuurlijk, het is ook wat groter, dus dat maakt het ook wel weer leuker om te koersen, zeg maar. Ja, en dan vaak, na de bocht, dan trokken ze hem hard door. En dan hielden ze dan weer hun benen stil en dan ging de volgende vandoor met de gele trui. Ja. Dus, ja. Maar als je dan moet kiezen, een wegrit zoals vandaag, of een criterium, of een tijdrit uit die drie, wat zou je dan kiezen? Ja, omloop denk ik wel. Dat is wel gewoon het leukste. Ja, ook wel een omloop. Er wordt meer koers gemaakt, dus dan ja weet je, is het toch wel leuker. Grotere rondes. En dan zie je ook gewoon dat degenen die echt wel sterk zijn, gewoon naar voren komen. Dus dat is wel leuker, zeg maar. Je rijden allebei voor Westland, voorbij voor die ook samen deze week? Ja, we zitten samen in een gastgezin. Ja. Super gezellig. Ja. En de mensen zijn super aardig, dus daar zijn we super blij mee dat dat kan. Zeg maar. Ja, en flexibel. Ja. Met alles wat wij doen. Ik zag twee pakjes chocomelk in de zijkant van de rugzak. Is dat het beste hersteldrankje of zijn er toch nog betere op de markt? Nou, ik denk wel dat er betere zijn, maar chocomelk is ook wel lekker. En er zit veel eiwit in, dus dat is wel top voor naar zo'n wedstrijd. Ja, en het is lekker, weet je. Ja, weet je. Wij drinken het graag. De laatste koers van de dag was van de nieuwelingen. 6 rondes, 60 kilometer, veel aanvallen. 2 lange aanvalspogingen waarvan de langste en meest kansrijke kwam van Mick de Roy. Ja, inderdaad. Mick de Roy die is bijna 2 rondes weg geweest. Die is toen helaas in de laatste ronde is hij echt op het einde weer teruggepakt, waarbij Lucas Lelystone meteen overheen sprong. Ja, Mick de Roy werd ingelopen net voor de laatste bocht. In de laatste kilometer is dat. Lucas Lelystone klapte er overheen en hield met die hele late uitval echt een kleine voorsprong over op het peloton. Hij pakte de overwinning. Wij spraken de Brit na afloop, want hij was erg blij. Lucas, a very close finish today. You just about made it across to the lone leader and pimped him on the line. How do you feel after winning the Classic? Happy, yeah. I didn't expect to win it. I was just kind of sat in waiting for the sprint and then someone went, so I went with them, yeah. It was a big all-or-nothing move on that final stretch. How deep did you need to go to close that final gap? Really deep, yeah. I need just to stay away for the last 200 meters or they catch me. So yeah, really, really deep. You're from the UK. How long have you been racing on the mainland of Europe now? I came over last year and the year before to race here, but I haven't done much else over in the mainland Europe, but just lots at home, yeah. Is this your only racing race in this block here on the mainland, or have you done other races before? Yeah, this is my only one. I think I'm going to do Assen as well next year, and as well as the Tour de Junior, but yeah, we'll see. How does the racing compare to the racing at home? It's quite a lot longer. We don't normally have stages this long or stage races 6 days like this one, but yeah, some stages are long, but not like consecutive like it is over here. So how did you deal with a long stage, 60k today, about an hour and a half of racing? Did you feel the fatigue setting in later on? Yeah, lots of food, lots of water, a bit of sleep last night. What's your favorite gel or favorite bar flavor to keep hydrated and keep fuel during those races? I quite like SIS, blueberry stuff. I got some in my pockets. Yeah, the blueberry, I could recommend the chocolate chip as well. Very, very good from a personal opinion, but now after this stage win, gonna rest some bit. Do you have any other ambitions for the rest of the week? I would obviously like to win another stage, but we'll see how it goes. Just give everything the time trial tomorrow and then take it from there. Okay, good luck and congratulations with this victory. Thank you. Ben Coates klopte Noël Goyert in de sprint om de tweede plek. Iets verder daarachter was er nog een strijd gaande om de gele trui. De drager van de groene trui, Loris Keynes, was erg actief gedurende de etappe, maar kwam uiteindelijk 1 plek tekort om die gele trui over te nemen. Hij eindigde als 6e,
Maar wij spraken hem toch om te horen wat zijn plannen zijn om die gele trui deze week nog te bemachtigen. Laura's sixth place today, just one place short of taking the yellow jersey. Are you a bit disappointed with that? No, not really. I got a lot of sprint points which I'm happy with and I'm getting closer to the yellow jersey, so I think I'm going to keep trying for it and yeah, do my best for that. It was a long race today, 60 kilometers. It was also a fast race, loads of attacks. Could you talk us through how that race went for you? The first like quarter wasn't too bad, and then there was quite a lot of attacks going halfway through. I started to struggle a bit, but then I found a rhythm and then I got going again. And then the final half was quick, but not as surgy. So then I sat in, brought back a few people, and then sprinted for the end. Was it a decision out of luxury to sit back a bit more in the first half of the race? I could see you sat a bit more in the middle of the bunch, and then only in the second half of the race you really hit the front and were chasing a couple of dangerous attacks. Yeah, I was just trying to recover as much as possible and then move up on the sprint points to try and grab a few, yeah. You're within the same second of the yellow jersey. Obviously your sprint is very strong. How do you feel about the two TTs that are still coming? Pardon, what was that? How do you feel about the two TTs that are still coming? I think he's a bit stronger than me in the time trial, so I'm going to try and limit the time, maybe gain a bit if I can, but I think I'm mainly focusing on taking time on the stages, yeah. Okay, good luck. It's a very close GC, so let's hope that tense battle continues. Yeah, thanks. Perfect, thank you. Radan, de week is nu op de helft. Waar verwacht jij de komende dagen nog spanning? Ja, ik verwacht dat vooral in categorie 7 en de nieuwelingen zal het nog spannend worden. Hier gaat het bij de top 3 echt om enkele seconden maar. We zullen morgen zien hoe ver het gaat. Tijdrit op de Leusderheide en een avondcriterium door de straten van Achterveld. Tot dan.